Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in tijden van verandering. Dit gesprek zal plaatsvinden in het kader van de Week van het Economieonderwijs. Er is over economieonderwijs al heel wat jaren veel te doen, met name na de kredietcrisis, is er gevraagd van, is er eigenlijk wel, zijn we op een goed spoor met de manier waarop wij onze economen en bedrijfskundigen, bedrijfseconomen opleiden? En geven we hen eigenlijk wel het goede gereedschap mee om goed in te spelen op de uitdagingen waar de samenleving vandaag voor staat? Nou, die discussie die is volop gaande en er vinden inmiddels allerlei initiatieven plaats voor vernieuwing van economisch onderwijs. En eind oktober bijvoorbeeld hebben de gezamenlijke decanen van de Nederlandse universiteiten hebben een conferentie belegd. En dat is toch wel heel uniek om met elkaar het onderwijs en ook in het kader van het onderzoek tegen het licht te houden, zitten we op het goede spoor. Nou, in dat kader spreken wij hier vandaag ook, hebben wij een gesprek en ik ben heel blij dat ik een aantal gasten mag introduceren. Allereerst is dat naast mij Sam de Muynck. Hij is hoofdeconoom van Our New Economy, een denktank voor de vernieuwing van economisch denken en economisch onderwijs. Olaf van Vliet, hoogleraar economie aan de Universiteit Leiden in de afdeling economie. Specialisatie arbeidsmarkt, sociale zekerheid en internationale verhoudingen. En Henry de Groot van de Vrije Universiteit in Amsterdam, hoogleraar economische dynamiek en regionale economische dynamiek moet ik zeggen om precies te zijn. Ook kroonlid van de CER en ook verantwoordelijk voor het onderwijs van de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen. Hartelijk welkom jullie het is goed om met elkaar te spreken. Economie is een vak wat qua imago is het de laatste jaren er niet op vooruit gegaan, laat ik het zo zeggen. Er is allerlei beelden over economen als mensen die nogal een tunnelvisie hebben, star in cijfers zitten, modellen en de werkelijkheid en de sociale politieke context, die komt op de tweede plaats. Voor mijzelf was het heel interessant een boek waar iemand, Rudy Verburg uit Rotterdam, momenteel mee bezig is. Die sprak over, eigenlijk laat hij zien dat economen eigenlijk allemaal toch wel een bepaalde gedrevenheid hebben. Waarom doen ze eigenlijk? Waarom studeer je eigenlijk economie? Waarom ben je ermee bezig? En ik vond het eigenlijk wel goed om daar deze vraag ook hier in ons midden te leggen bij jullie als economen. Waarom doen jullie dit eigenlijk? Sam, jij bent nogal vrij recent economie gaan studeren. Waarom eigenlijk? Wat is het mooie aan economie? Ja, toen ik het vak koos om te gaan studeren op de universiteit, wist ik nog heel weinig eigenlijk van het vak af. Dus dat was een keuze met hele imperfecte en beperkte informatie. Mm-hmm. Op dat moment was voor mij de afweging, ik vond ook geschiedenis, sociologie, vond ik ook heel interessant en heel boeiend. En ik was eigenlijk de laatste jaren van de middelbare scholen in geïnteresseerd geraakt in wat meer maatschappelijke vraagstukken. Waar gaat de wereld heen? En toen zag ik dat economen veel invloed hebben op heel veel beleidsprocessen en hoe we sociale problemen proberen aan te pakken. Dus toen dacht ik, als economen daar een belangrijke rol in hebben, dan is dat misschien een goede richting om ook op te gaan. En toen denk ik... Je wilde graag invloed. Ja, ik dacht, in de Ivoren Toren zitten en alleen voor een aantal collega's schrijven en verder weinig kunnen bijdragen aan de wereld, dat leek me toch niet helemaal genoeg voldoening brengen. Mm-hmm. Toen ben ik een boekje geschiedenis van het economisch denken gaan lezen in de zomer voordat ik studeerde. En toen gingen voor mij echt de ogen open van hoe gaaf het eigenlijk is, die hele ontwikkeling van de economie, de ideeën erover, de debatten, de nieuwe bevindingen. Sindsdien heb ik wel het gevoel dat het een goede keuze was. En dat ik denk, het is niet alleen een manier van invloed hebben, maar het is ook gewoon wijs gaaf en interessant en boeiend. Dus op die manier. Ja. Olaf, jouw motivatie ooit of nu om bezig te zijn met economie? Ik ben ooit begonnen met citeren, bestuurskunde was dat. Mm-hmm. En dan hou je bezig met vraagstukken in de samenleving en wat de overheid daar zo al aan kan doen. En toen zag ik dat eigenlijk heel veel sociale vraagstukken, die hebben ook een economische component, een sociaal-economische component. Nou, en dat heeft mij gedreven om mij vervolgens te verdiepen in economie en economie te gaan studeren. Mm-hmm. En dat zagen we verleden week ook eigenlijk terug. Toen op de klimaattop van de VN werd gesproken over de klimaatdoelen, klimaatverandering en wat je daaraan kunt doen. En wat
ik zo fascinerend daaraan vind, is dat eigenlijk iedereen het daar wel over eens is. Dat we daar iets aan moeten doen. Maar waar het eigenlijk op hangt, is op de sociaal-economische consequenties van die klimaatverandering. Kunnen we dat economisch en financieel, kunnen we dat dragen, die gevolgen? Kunnen mensen die omschakeling maken op de arbeidsmarkt bijvoorbeeld? Dus daar hangt het op. Nou, dat zie je op heel veel terreinen. Waarbij je misschien niet in eerste instantie denkt van, nou, dat heeft te maken met economie. Neem een ander voorbeeld, migratie bijvoorbeeld. Er is ook een heel sterk sociaal-economische dimensie aan. Dus bij heel veel vraagstukken denk je niet in eerste instantie aan de economische consequenties. Maar als je dan kijkt naar wat we eraan kunnen doen als samenleving en vanuit de overheid, dan is er vaak juist wel een heel sterk sociaal-economische dimensie. Nou, dat vind ik zo fascinerend daaraan. Dus met name daar wat spannend wordt hoe je iets kunt realiseren, dan komt de economie echt in beeld, zeg maar, om te zeggen van, nou, hoe kunnen we dit daadwerkelijk tot een realiteit maken? Hoe kunnen we een transitie inzetten? Precies. Ja. Henry? Ja, nou ja, dat is al heel veel. Ja, misschien wel heel vergelijkbaar, maar je mag ook gewoon dat zelf zeggen. Om de gelijkenissen te zien, misschien kijkend ook naar Sam, als ik terugdenk aan hoe ik zelf begon. Toen kreeg ik een advies om of verzekeringswiskunde, actuariaat te gaan studeren, of geschiedenis. Nou, toen wist ik het ook even niet. En toen ben ik uiteindelijk economie gaan doen en daar ben ik tot op de dag van vandaag blij mee. Waarom? Ik denk één prachtig citaat is van George Bernard Shaw, goede vriend van John Maynard Keynes, die economie beschreef als the art of making the most of life. Nou ja, goed, wat kan er nou mooier zijn dan dat te mogen doen, hè? Dat drijft me op al die verschillende schaalniveaus, van individu tot die grote globale vraagstukken, die wereldvraagstukken waar jij het over hebt. En misschien als je me permitteert, misschien wel aardig om één citaat voor te lezen, wat teruggaat naar Jan Tinbergen. En ik denk dat we, zeker als Nederlands economen, ons, hè, met de knipoog naar Harry van Daan en Ajo Klamer, allemaal telkens van Tinbergen noemen. Ik denk dat Tinbergen eigenlijk alles wat jullie beschreven op een fascinerende manier verwoordt. Ik citeer hem nu. Mag even. Naar mijn idee, hè, zegt Tinbergen, ligt de bestaansgrond voor de economie als wetenschap in de mogelijkheden die deze biedt bij het streven naar een rechtvaardige economische politiek. Het nut van de economische wetenschap is nergens anders te vinden dan in hetgeen zij kan bijdragen tot een betere economische politiek. Dat betekent voor mijn gevoel, hè, zegt Tinbergen wederom, tegelijkertijd dat een gedeelte van de economische wetenschap die daarbij behulpzaam zijn, ook de meeste aandacht verdienen. Sommige zwaar theoretische punten die niet van belang zijn voor de economische politiek, zou men mens inziens dus beter kunnen laten rusten. Het welzijn van de mensheid, daar is het in de economie om begonnen. Einde citaat. Nou, dat drijft mij als econoom. Ja, en ik denk dat Tinbergen het op een fantastische manier heeft verwoord. En ik wens ons allen toe dat we in die rijke traditie economieonderwijs kunnen bedrijven. En de samenleving een beetje mooier kunnen maken. Nou, Dat lijkt wel bijna stop worden van een gesprek. Maar we gaan graag door. Want de vraag is natuurlijk wel van hoe dit... De grote kritiek op de economische wetenschap is natuurlijk toch met name ontstaan naar aanleiding van de kredietcrisis, zoals ik al even noemde. En dus jij bent onder andere betrokken geweest bij het studenteninitiatief Rethinking Economics, wat daar ook uit voortkomt. Waarin men zegt van eigenlijk heeft de economie zich toch wel opgesloten in inderdaad een eigen ivoren toren. Jij noemde het ook al eventjes. Met alle risico's van dien. En dus... Ja, het antwoord op de financiële crisis was al heel ingewikkeld. Ja, inmiddels zijn we nog weer 10 jaar verder en lijken de crisissen zich te vermenigvuldigen eigenlijk aan alle punten. Als jullie nou eens kijken vanuit wat er nu aan economie, onderwijs en economische wetenschap is, van wat zijn de grote uitdagingen waar je zegt van nou daar moeten we goed antwoord op vinden en dat is, zijn we misschien nog onvoldoende voor geëquipeerd eigenlijk, hè? Mag ik jou dat woord geven? Kijk, laat ik even meteen noemen, Sam, want jij bent al bezig met, vanuit Rethinking Economics, hè, met het boek Economy Studies, waarin je mede-auteur Joris Tieleman natuurlijk al een stevig pakket aan alternatief denken hebt neergelegd eigenlijk. Waarom eigenlijk? Twee grote vragen. Nee, dat is ook een mooie uitdaging. Ja. Om met de laatste te beginnen, wat hier eigenlijk aan voortging, was een onderzoek naar hoe het huidige economieonderwijs eruit ziet binnen Nederland. En dat hielp heel erg met gewoon de feiten op tafel brengen van wat zit er nu in de bepaalde vakken, wat mist er vaak.
En dat leverde discussie op, ook verschillende initiatieven om het onderwijs te verbeteren. En toen kregen we veel vragen van, hoe moet het dan wel? Het is één kritiek hebben is één ding. Ja. Dus, een alternatief kunnen schetsen, constructief kunnen bijdragen, dat is nog een andere stap. Mm-hmm. En daar kwam het plan om 20 pagina's dat even kort uiteen te zetten. zoals denk ik met veel boeken, per ongeluk werd dat een stuk langer. En is dat een heel boek geworden. Ja, ja. Maar wij hebben heel erg hebben geprobeerd te bouwen op ideeën die er internationaal gewoon door heel veel studenten, maar heel veel onderzoekers en wetenschappers al zijn. Dus juist niet het wiel proberen opnieuw uit te vinden, maar juist samenbrengen en in een coherent raamwerk met ook de materialen, dat het heel praktisch wordt. Dat is de poging geweest voor het boek. Mm-hmm. En bepaalde vragen, eigenlijk terugkomend op de eerste vraag. Wat bij het boek waar we ook heel erg tegen aanliepen is een van de dingen waarvan ik denk dat wij als economen het een stuk beter zouden kunnen doen, ook qua advies, is beter nadenken over de verschillende manieren waarop economische activiteiten georganiseerd kunnen worden. Iemand als een Eleanor Ostrom, een van de weinige vrouwelijke economen die ook een Nobelprijs heeft gewonnen, die is heel erg bekend met haar onderzoek naar de commons. En ik zie haar eigenlijk als een mooie uitzondering op de regel dat we dit heel vaak eigenlijk te weinig doen. Zij is denk ik een goed voorbeeld van hoe je ook naar andere vormen, dus niet via de standaard manier van de markt of van de overheid, maar dat je zegt, er zijn ook dingen als commons en die zijn niet gedoemd om te falen, maar die kunnen in heel veel situaties heel goed werken, zeker voor klimaatverandering. Ja. En dus commons, even heel kort voor de toelichting, dat zijn dan? Ja, het is eigenlijk dat bepaalde middelen of bijvoorbeeld het water of een bos door de gemeenschap beheerd wordt. Ja. Waarbij er niet, dus privaat eigendom dat verhandeld wordt op de markt. Het is ook niet door de staat beheerd, maar de gemeenschap heeft bepaalde regels over hoe we daar met elkaar mee omgaan. Bepaalde normen als mensen ook die regels overschrijden. En op die manier kunt bijvoorbeeld het bos op een duurzame manier onderhouden worden zonder dat de markt of de staat daarbij te pas hoeft te komen. En Ellen Oorstrom heeft heel veel onderzoek naar gedaan van wanneer gaat dat goed, onder welke omstandigheden, wanneer gaat dat ook niet goed. Maar daar kunnen we denk ik flexibeler over nadenken. En commons is één aspect, maar een ander aspect waar ik de laatste tijd veel in zit is de meer macro-financiële systemen die we nu hebben. Wordt ook door een aantal onderzoekers wordt er gesproken over asset manager capitalism. Dat eigenlijk de asset managers zoals een Blackstone, een BlackRock, Vanguard, die heel veel van de bedrijven eigenlijk ook steeds meer bezitten. Dat vormt hoe bepaalde besluitvorming binnen bedrijven op meer mesoniveau, maar ook daarmee op macroniveau, hoe bepaalde dynamieken in de economie plaatsvinden. En ik denk dat dat vaak, dat we daar als economen meer aandacht aan kunnen besteden van hoe wordt die economie, zit die precies nou institutioneel in elkaar en welke dynamieken levert dat op? Dus jullie idee was eigenlijk, dat eerder onderzoek noemde je al, dat die doorlichting van die, jullie hebben eigenlijk heel veel economieprogramma's hebben jullie doorgelicht aan Nederlandse universiteiten. En om die term dat te laten vallen, je zegt het neoclassiek gehalte was daar heel groot, hè, waarin de markt heel centraal staat. En jullie zeggen eigenlijk moet je breder kunnen kijken dan dat en moet het instrumentarium breder kunnen worden. Dan alleen maar zeggen, overal markt en dan lost het zich op, om het even heel, heel plat te zeggen. Henry, herken je dat? Of zeg je van nou? Ja, een aantal dingen zeker. Ja. Misschien toch even beginnen met die grote recessie. Dat is natuurlijk iets wat veel aandacht heeft gekregen. Als het gaat om de vraag van, hebben economen dat voorspeld? Nee, natuurlijk niet. Maar dat is wat mij betreft ook niet de kern van waar de economische wetenschap over hoort te gaan. Dat moeten we misschien überhaupt niet aan economen vragen. Wat ik interessant vind, misschien in aanvulling op wat Sam zei, is dat waar ik denk dat we meer aandacht aan zouden moeten schenken in ons economieonderwijs, is de enorme hoeveelheid lessen die we kunnen trekken uit de geschiedenis. En daar denk ik, dan kun je de vraag stellen, is het glas half vol of is het glas half leeg? Maar als ik de parallellen zie tussen de crisis in de jaren 30 en deze crisis, zowel in de oorsprong als in de uitrol van de crisis, is het fascinerend om daar de parallellen te zien. En ik denk ook dat het ertoe heeft geleid dat als ik kijk naar hoe we als beleidsmakers de grote recessie hebben aangepakt, hebben we dat vele malen beter gedaan dan in de jaren 30. Dus in die zin ben ik eigenlijk ook wel weer hoopvol dat we wel degelijk leren van die patronen. Maar dan kunnen we nog veel meer doen door meer aandacht aan geschiedenis te schenken. Een ander punt wat ik in zou willen brengen, en ik heb daar zelf ook wel mee geworsteld.
Als promovendus van Ton Verschuijk waren we bezig met onderwijs en heb ik met hem aan een dictaatje gewerkt, 2002. Interessant jaar daar. waar we aandacht vroegen voor de tulpenbollencrisis. Met als idee, we zien bepaalde patronen hier die sterk lijken op wat er in die periode in de geschiedenis is gebeurd. De tulpenbollencrisis, even voor de kijker even kort. De tulpenbollencrisis, hè, de grote crisis waar we dachten dat de bomen tot in de hemel zouden blijven groeien. En dat was in de 17e eeuw. Hè? De 17e eeuw. En daar zagen we parallellen. Daar wilden we de studenten mee confronteren, omdat we dachten van dit is relevant. Ja. En wat je dan vervolgens ziet, en dat is ook iets wat ik leer uit de geschiedenis. En dan is het de vraag van, zijn het dan de economen of de politici? Dat er een neiging ontstaat om te roepen, en ik zeg het hier Reinhard en Rogoff na, this time is different. Nu kan het wel doorgaan. Ja, en is dat dan de econoom die zijn best doet om gehoord te worden, maar waar het een boodschap is die onwelgevallig is? Of is het de politiek waar het misgaat? Nou, ik denk dat we precies dat snijvlak, dat we dat veel meer op moeten zoeken. Dat we veel meer dat debat aan moeten gaan. En eigenlijk moeten gaan herbronnen van hoe ons vakgebied ooit begonnen is in de tijden van Adam Smith. Toen ons vakgebied nog political economy heette. Dus dat is een andere component waar we volgens mij veel meer aandacht aan moeten schenken. Om nog constructiever dat glas niet half vol te laten zijn, maar driekwart vol te laten worden. Om bij die volgende crisis zo mogelijk nog relevanter te zijn. Dus ik zie hier vooral... Ik ben wat dat betreft niet zo pessimistisch, maar zie wel noodzaak om accenten te verleggen in de wijze waarop economie en politiek samenleving tot elkaar verhouden. Dat je we hebben ook wel daadwerkelijk geleerd, maar we kunnen nog veel meer leren eigenlijk. Dat moeten we doen. Hè? Helemaal eens met alle richtingen die je schetst. Ja. Ik zie daar ook dingen gebeuren, altijd trager dan dat me lief is, maar ik zie die beweging wel degelijk. Olaf, je zit op midden in de termen sociale zekerheid, arbeidsmarkt als econoom. Hoe kijk jij hier tegenaan? De uitdagingen waarvoor we staan en hoezeer economie daar in de huidige vorm toe geëquipeerd is? Ja, we hebben in de afgelopen week ook een interessant debat gezien in de krant en op sociale media over de ontwikkelingen in het vakgebied economie. En ik denk dat het van belang is om daar twee dingen ook uit elkaar te trekken. Dus ik denk dat we terecht constateren met elkaar dat in de afgelopen 30 jaar of zo, dat we hebben gezien dat de economie zich heeft verbreed. Hè. Dus doen we bijvoorbeeld, denk aan de opkomst van de behavioral van de gedragseconomie, maar ook de aandacht voor empirisch onderzoek en voor nieuwe methoden als experimenten. Ik denk dat die verbreding zich met name heeft voltrokken in het onderzoek en misschien nog in iets mindere mate dat we dat zien gebeuren in het onderwijs. En wanneer we dan kijken naar het aanbod van het onderwijs, dan zie ik denk ik drie zaken waar we denk ik aan zouden kunnen werken. De eerste is dat we volgens mij niet uit het oog moeten verliezen hoe van belang, eigenlijk wat jij zegt ook, die aansluiting met maatschappelijke vraagstukken, maatschappelijke ontwikkelingen, dat we ook in het onderwijs voldoende aandacht blijven besteden van de wereld om ons heen. Dat was het eerste. Het tweede is denk ik heel erg van belang als we studenten opleiden, die komen te werken bijvoorbeeld op ministeries, hoe zeer van belang het is om ook iets te weten over de instituties en het beleid waarmee ze gaan werken straks. Dus natuurlijk is het een belangrijke vaardigheid om bijvoorbeeld iets af te weten van wiskunde en de wiskunde binnen de economie. Maar het is ook van belang dat je weet hoe je de Rijksbegroting leest en welke instituties er bestaan. Als we kijken naar de arbeidsmarkt bijvoorbeeld of naar de sociale zekerheid. Dat is toch voor een groot deel waar onze studenten mee gaan werken. Ja. Het tweede en het derde zou ik zeggen dat die verandering in het economieonderwijs is van belang. Maar het hoeft niet overal op dezelfde manier te gebeuren. Dus ik vind het economieonderwijs, het academisch economieonderwijs is wat eenvormig. Hè? Als je kijkt naar de faculteiten die we hebben in Nederland, prachtig. En het lijkt best wel op elkaar. Waarom zouden we niet zeggen, het is prima als we aan de ene faculteit een heel sterk neoclassieke opleiding hebben. Op een andere faculteit doen we heel veel aan wiskunde. Op een andere faculteit doen we heel veel aan heterodoxe economie. En weer op een andere faculteit doen we veel aan beleidseconomie en toepassing op de maatschappelijke vraagstukken. Ja. Dus ik zou ik zou wat minder eenvormigheid willen zien eigenlijk. En daarmee ook wat meer ruimte creëren om die ontwikkeling, die jij heel mooi heeft beschreven in het boek,
om die te kunnen laten plaatsvinden. Ja. Nee, dat is inderdaad wel iets wat je dan ziet inderdaad van nou, wat zou dat ook betekenen dat je zegt van nou, we willen studenten ook bewuster wat bewust maken van de context waarin ze staan. Dus je zegt van nou, de Nederlandse begroting leest anders dan de Duitse of de Amerikaanse enzovoort. En dat je dus dat, in die zin natuurlijk internationalisering is een groot goed, maar tegelijkertijd ook contextualisering eigenlijk een heel belangrijk element zou zijn. Hè? Nou, ik denk dat je daar iets heel belangrijks benoemt inderdaad. Hè. Als ik kijk naar de ontwikkeling die onze bacheloropleidingen hebben doorgemaakt, zijn die eigenlijk allemaal in de richting van Engelstalig aanbod opgeschoven. Mm-hmm, mm-hmm. Als ik kijk naar hoe we, toen we onze opleiding, waar ik als opleidingsdirecteur verantwoordelijk voor ben, begon, Nederlandstalig, was een standaard onderdeel. Dat ik met de eerstejaarsstudenten, dat we naar de troonreden keken. Dat we de miljoenennota gingen lezen. En keken van wat staat daar nou in? Mm-hmm. Ja, op het moment dat je een Engelstalige opleiding hebt met internationale studenten, is het veel ingewikkelder om die context ook daadwerkelijk mee te geven. Ja. Dus dit is ook deels taalafhankelijk om dat goed te kunnen doen. Mm-hmm. Dus daar zit denk ik absoluut een aspect wat relevant is. Ja. Ik denk het andere in reactie op wat jij zei, helemaal eens hè, met die noodzaak om misschien wat scherper te specialiseren. En tegelijkertijd wens ik ook alle studenten toe dat ze die pluriformiteit van ons vakgebied allemaal ervaren. Dus het moet ook binnen die opleiding iets gebeuren. Dat zei je niet. En ik denk wat daar wel heel spannend is, als ik ook kijk naar hoe zijn we nou hier gekomen, denk ik dat het op universiteiten wel relevant is om te beseffen van hoe de carrièrepaden van wetenschappers en daarmee van docenten lopen. Mm-hmm. Waar jij, en ik, Harry van Dalen en Ajo Klamer beschrijven het eigenlijk ook mooi in het boekje van Tinbergen. Hoe op een gegeven moment die economische wetenschap in sterke mate een empirische wetenschap is geworden. Ja, en je carrière toch in sterke mate bepaald wordt door de mate waarin je overtuigende papers weet te schrijven, waar je echt causale relaties kunt blootleggen. Mm-hmm. Hè? Dat is een heel dominante stroming binnen de economie geworden. Daar maak je mooie sier mee, daar kun je carrière mee maken. Natuurlijk ga je daar ook je onderwijs over verzorgen. En dat is wel, denk ik, een ingewikkelde, mede bepalend. Waarbij tegelijkertijd, en die vind ik ook wel spannend naar die grote vraag die Jan Tinbergen op tafel legde. Als ik de wetenschappers die daar, ik vind dat een worsteling voor mezelf, wetenschappers die daar heel goed in zijn, die zie je vaak ook zeggen van, bescheidenheid siert ons. We moeten het kleine werk doen, stapje voor stapje, dat begrip kweken, dat empirisch onderzoek doen. Dat is heel minuscuul werk, dat vergt heel veel zitvlees. Ja, en die grote maatschappelijke vragen, die zijn eigenlijk veel te groot voor mij. Daar waag ik me niet aan. Die houding zie je ook wel van een aantal topwetenschappers. En in zekere zin siert ze dat. Dus ik vind dat een heel ingewikkelde. Van hoe moet je daar nou tegenaan kijken? Zou dat betekenen dat je zegt van eigenlijk moeten we ook toe in de organisatie van, ons academische, onderwijsonderzoek, maar de academische setting in zijn geheel, toen naar een soort van derde type wetenschappers, zeg maar. Of, hè? Dat je zegt van nou, we hebben natuurlijk de toponderzoekers. We hebben daarnaast onderwijs, maar we moeten als het ware ook echt goed benoemen dat daar de mensen die dat op dat kruisvlak zitten, dat moet als het ware een eigen specialisme worden, zou je bijna kunnen zeggen, met alle risico's van die. Maar, en ook daar zien we weer ontwikkelingen. Hè? Ik bedoel, alle universiteiten zijn bezig in hun carrièrepaden met anders waarderen, verschillende carrièrepaden, mensen die kunnen inspireren, mensen die de toponderzoekers zijn, mensen die uitstekend zijn in het onderwijs, weer andere mensen die de valorisatie en de link naar het beleid kunnen leggen. Dus ook daar moet onze samenstelling van personeelsbestand pluriformer worden. Zie je dat al gebeuren, Sam? Henry heeft duidelijk een meer optimistische toon, zeg ik, van we zijn al goed op weg. Ik zie zeker ook verandering. En ik denk dat zowel de nieuwe opleiding in Leiden als bij de VU zijn daar denk ik ook bewijs van. Dus dat verder, dat kan ik alleen maar aanmoedigen. Ga ik helemaal niet ontkennen. Daar gaan we het zo even over. Zeker weten. Ik ben daar helemaal mee eens. Ik vind zelf ook de vader van de bekende Keynes, die ook Keynes heette. Maar wat een wonder. Ja. Maar die sprak eigenlijk over de drie onderdelen of de drie versies eigenlijk van economie. En
In heel veel van de lesboeken worden vaak alleen nog maar twee genoemd. Dus mm-hmm. de positieve en de normatieve economie. Mm-hmm. Waarbij vaak gezegd wordt, wij zijn echte wetenschappers, we richten ons alleen op het positieve. Mm-hmm. Wat denk ik wat te kort door de bocht is. En vaak al vraag je economen ook, ja, maar al wil je beleidsadvies geven, dan moet je toch ook iets met die normatieve kant kunnen doen. Mm-hmm. Dus dat is ook een van de dingen die we pleiten in het boek, van die normatieve kant moeten we als economen ook juist goed kunnen doorgronden, mm-hmm. goed advies over kunnen geven, morele dilemma's kunnen communiceren mm-hmm. naar anderen. Mm-hmm. Maar de vader van Keynes, die zei, mm-hmm. ja, er is nog een hele andere, derde belangrijke, de art of economics. Mm-hmm. Dat gaat eigenlijk over het in de praktijk toepassen. Mm-hmm. En dat is inderdaad een veel messier, dat is veel moeilijker. En dan moet je met de beperkte kennis moet je toch maar een stap zetten en een poging wagen. Mm-hmm. Dus daarom zegt hij, het is een kunst. Het is geen exacte wetenschap. Dat kan je niet perfect berekenen wat nou optimaal is om nu te doen. Nee. Maar ik denk dat heel veel van het onderwijs is inderdaad gericht op kunnen publiceren in de toptijdschriften. Mm-hmm, mm-hmm. Terwijl het overgrote verdeel van de studenten gaat dat nooit doen. Nee, die gaat bij een bedrijf of bij de overheid of bij een andere organisatie aan de slag. Nee. En die gaat, naar mijn inziens, veel meer de kunst van economie moeten bedrijven dan de echte wetenschap. Ja, die gaat geen paper schrijven, moet de notitie voor de minister moet die voorbereiden. Ja, en dat is echt een ander soort vaardigheid en kennis die je daarvoor nodig hebt. Ja. Ja, en dan kom je dicht bij wat, ik ben toch filosoof, dat je bij wat bij Aristoteles dan praktische wijsheid heet eigenlijk. Hè? Dat je in een bepaalde context weet verschillende afwegingen te maken en het is geen rocket science in de zin van dat je dat kunt berekenen, maar wel tegelijkertijd het integrerend vermogen van heel verschillende aspecten en heel verschillende dingen die je tegen elkaar moet afwegen eigenlijk in een bepaalde context dan tot een bepaald, in ieder geval advies komt. Hè? En jullie nieuwe opleiding, als we daar even op we zitten hier aan tafel met mensen die een boek geschreven hebben over hoe het economieonderwijs moet vernieuwen. Twee mensen zijn er ook mee bezig, in zekere zin, met nieuwe opleidingen. En jullie ook met een opleiding over economie en beleid. Ik denk dat je dan in het hart van deze discussie zit. Ja, waarbij we overigens dankbaar gebruik maken van de inzichten vanuit het nieuwe boek. Mm-hmm. We zijn eigenlijk met twee opleidingen bezig. Mm-hmm. Een nieuwe opleiding in de bachelor en in de master. Mm-hmm. En in de bachelor die heet Economics and Society. Mm-hmm. En daarin gaan we kijken naar die maatschappelijke vraagstukken. Met een breed perspectief op maatschappelijke welvaart. Mm-hmm. Dus we gaan kijken naar vraagstukken als de klimaatverandering, migratie, ongelijkheid. En hoe je daar met een brede blik op welvaart naar kunt kijken. En we zeggen, dan is het ook van belang om gebruik te maken uit inzichten vanuit andere disciplines. En dat doen we met name samen met de sociale wetenschappen en met het recht. Mm-hmm. Dus met de politicologen, met bestuurskundigen en met juristen. Omdat je ook te maken hebt als beleidsmaker straks met instituties, met de werkelijkheid van de politiek en met het recht. Ja, en dan gaan we kijken hoe je nou die economische denkwijze, hoe je die kunt gebruiken bij vraagstukken. Mm-hmm. Waarbij je wordt getraind, je hebt ook nog zoiets als de werkelijkheid van de politiek en van het recht. Ja, ja. En ook gebruikmakend van inzicht vanuit die empirie. Hè? Want inderdaad, de wetenschap is steeds meer een empirische wetenschap geworden. En hoe ook studenten daarin kunnen worden getraind. Ja. Dat in de bachelor, in de master, is de werktitel Master Economie van de publieke sector. Mm-hmm. En daarin, omdat het ook een master is, worden studenten sterk voorbereid op de arbeidsmarkt. En inderdaad, een flink deel zal gaan werken, bijvoorbeeld op een ministerie of in de consultancybureaus daaromheen. Ja. En dan worden ze ook echt getraind in de instituties, in de systematiek van de begroting, mm-hmm. de miljoenennota. Dus hoe je nou aan de ene kant die economische inzichten kunt toepassen op die, in de context van die grote vraagstukken mm-hmm. op beleid en instituties, als een vaardigheid ook straks in je werk op bijvoorbeeld een ministerie. Ja, en de VU vergelijkbaar, of ook een nieuw initiatief sociale economie gaat het waarschijnlijk heten. Wat is de achtergrond, de kern daarvan eigenlijk? Er lopen een aantal initiatieven, denk ik. Ik vond trouwens, Sam, heel mooi hoe jij beschreef ook, hè, van wat de grote uitdaging is rondom die kunst. Hè. Ik mm-hmm. moest daar ook inderdaad denken aan de verzuchtingen van onder andere Rutte tijdens de coronacrisis. Dat we in het midden van de mist zitten en op basis van 50% aan kennis 100% besluiten moeten nemen. Nou, die complexiteit, heel herkenbaar. En tegelijkertijd denk ik dat economie waardevolle bijdrage kan leveren aan. Nou, precies dat spanningsveld, heel herkenbaar en mooi hoe je dat benoemde.
Ik denk inderdaad, hè, we zijn op de VU bezig met een initiatief om een nieuwe bachelor op te richten. Met een aantal kenmerken die eigenlijk voortkomen uit de discussie die we al voerden. Mm-hmm. Enorm grote belang van context. Mm-hmm. We zijn geen natuurwetenschap, we zijn een gedragswetenschap waar alles tijd en plaats afhankelijk is. Mm-hmm. Met ook een heel bewuste keuze om het een Nederlandstalige opleiding te laten zijn. Nou, daar heb ik net iets over gezegd. Ja. En ik denk dat dat heel waardevol en belangrijk is. En toch met meer aandacht voor pluriformiteit, voor andere vakgebieden. Hè. Dus we gaan hier met andere faculteiten, de sociologie, de psychologie, de bestuurskunde, politicologie, die elementen weer terugbrengen in het curriculum. En we hebben de grote ambitie daar om er ook voor te zorgen dat aan het eind van ieder jaar aan projecten gewerkt wordt. Yeah. Die ook echt gevoed worden door vraagstukken waar reële organisaties mee worstelen. Om op die manier de studenten ook echt te laten ervaren waar behoefte aan is. Zodat de kennis toegepast kan worden en er ook weer inspiratie ontleend kan worden. En wat men allemaal nog niet weet om daar het volgende jaar weer verder aan die kennisontwikkeling te doen. Dus die gelaagde structuur proberen we erin te brengen. Hebben ook ideeën om... Nu is niet een bachelor af te ronden met de standaard scriptie en onderzoek doen, maar toch ook weer iets meer een project om daarmee de opleiding af te ronden. Ja, nou, dat zijn een aantal van die elementen. En ook wij zijn inderdaad met een aantal dingen rondom masteropleidingen bezig. Binnen de Master Economics zijn we ook echt na aan het denken over hoe kunnen we die master nou wat meer openstellen voor mensen die wel geïnteresseerd zijn in economie, maar niet per se die hele bachelor economie hebben gehad. Public Economics and Policy noemen we die variant binnen. Fascinerend ook om te zien hoe het discours binnen colleges echt verandert. Op het moment dat je daar mensen met een andere basisachtergrond uit de bachelor aan toevoegt. Daar zijn we mee aan het spelen. En ik denk, wat jij ook zei, Olaf, de noodzaak om de grote maatschappelijke thema's centraal te stellen. En daar geloof ik wel heel sterk in specialisatie, juist op dat masterniveau. Om na te denken van waar zitten er nou onderzoeksgroepen die de grote maatschappelijke thema's centraal stellen. En daar vervolgens in een onderwijsprogramma op voortborduren. Daar ben ik persoonlijk trots op. De opleiding die we in de master hebben op het gebied van Spatial Transport Environmental Economics. Grote uitdagingen die bepalend zijn geweest voor de inkleuring die we gegeven hebben. Waar we overtuigd zijn dat we daar als economen iets aan bij kunnen dragen. Maar waar we natuurlijk ook met de geografen en de planologen en de transport engineers en met de milieukundigen samenwerken in het dragen van die opleiding, omdat die multidisciplinariteit nodig is dat soort grote maatschappelijke uitdagingen verder te brengen. En ik denk dat juist daar in die masters veel meer pluriformiteit in het aanbod aansluitend bij juist wel heel waardevol kan zijn. Helemaal ook indachtig de filosofie van bachelor-master structuren, breed, pluriform beginnen en van daaruit nadenken van hoe ga ik daar nou een specialistische kop koppelt aan maatschappelijke opgaven aan vastplakken. En die beweging, die moeten we volgens mij verder doorontwikkelen. Een spannende vraag, bag jij op, Sam, volgens mij. Dat is die kwestie van die morele economieën. Dat is een van de ontwikkelingen die je met name in de 19e eeuw zich heel sterk ziet afspelen. Dat de mensen zijn zeer gemotiveerd om aan maatschappelijke verbetering bij te dragen. Maar dan zie je ook die hele ontwikkeling in het economisch denken richting het natuurkundige model. Hè. Dus de natuurwetenschappen worden toch het standaardmodel voor wetenschap überhaupt. En men wordt dan heel bang langzamerhand, komt de hele kwestie van de ware vrijheid. Hè. Je moet als het ware geen normatieve uitspraken doen. Wij dragen de middelen aan. De socioloog Max Weber wordt er natuurlijk heel beroemd mee. De politici stellen de doelen. En dan krijg je toch een soort van instrumentele visie op wat wetenschap is. En tegelijkertijd zit ook een bepaalde wijsheid in. Hè? Politisering is ook een bepaald risico. Nou, dus dat lijkt me met waar we het nu over hebben toch echt volop een dilemma, op zijn minst te zeggen. Nou, als jullie zeggen, we zijn bezig met inderdaad, we willen meer de beleidsadviezen enzovoort, dat mensen daarvoor geëquipeerd worden. Dit lijkt me echt wel een heel groot dilemma daarin, wat historisch gezien ook heel bepalend is geweest voor de ontwikkeling van de economische wetenschap. Van, daar moeten we een beetje wegblijven. Terwijl dat tegelijkertijd
Nou ja, dat citaat van Tinbergen, eigenlijk gaat het toch om een betere wereld. Zeker. Ja, maar juist omdat het zo ingewikkeld is, denken we dat het van belang is om dat juist meer te beleggen in die opleiding. Want anders dan besteed je er weinig aandacht aan in die opleiding. En dan kom je in je arbeid, in je werkzame leven en dan moet je het opeens gaan doen. Dus juist daarom is het van belang om de aandacht aan te besteden in de opleiding. Daarnaast denk ik dat je, wat je eerder zei, die daadwerkelijke afwegingen, die blijven natuurlijk wel aan de politiek. Mm-hmm. Want anders kom je ook, helemaal wat je aan het begin zei over dat de economie als discipline in een wat minder positief daglicht is komen te staan sinds de financiële crisis. Mm-hmm. Ik heb dat altijd een ingewikkelder gevonden. Hè? Want de besluiten die zijn genomen door financiële spelers op Wall Street bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ja, dat is echt wat anders dan wat de econoom doet aan alle Nederlandse universiteit. Dus dat is echt een belangrijk verschil. Zo ook met de politieke beslissingen die worden genomen straks en het werk wat een beleidsambtenaar doet met een training in de economie. We moeten mensen trainen in die normatieve vraagstukken, zonder dat nou die politieke beslissingen die daaruit volgen, dat de opbrengst is van de economische wetenschap. Daarop aan te haken. Hoe wij het ook in ons boek eigenlijk bepleiten, is inderdaad juist aandacht voor besteden. En inderdaad niet zeggen, econoom, ga nou de hele tijd op de stoel van de politiek zitten. Mm-hmm. Juist niet. Mm-hmm. Maar juist heel bewust worden, wanneer wordt er is er een morele afweging, een normatieve afweging. En Max Weber vind ik dat bijvoorbeeld ook heel goed, dat hij zegt, puur de keuze van wat je gaat onderzoeken, is normatief. Want wat vind jij dan relevant om je tijd aan te besteden? Om te veronderstellen dat je compleet objectief onderzoek, advies kan geven, dat kan eigenlijk niet. Dat is volgens mij helemaal geen nieuw argument van ons. Dat is al heel vaak gemaakt. Mm-hmm. Maar de conclusie die wij eraan aan vasthangen is te zeggen, dus dan moet je als student en als professioneel econoom er goed in worden om ze te kunnen identificeren, zodat je de politici en de beleidsmakers en de beslissingnemers kan adviseren. Je zegt, nou, hier is een belangrijke morele afweging tussen deze invalshoek of deze belangen van deze groep. En dat we dat op een heldere manier kunnen communiceren, want dat is wel echt een rol voor de econoom, die dan vaak snapt hoe de technisch allemaal in elkaar zit, dus als het over de financiële markten gaat. Ja, je kan niet zeggen, het is aan de politicus om de belangenafweging tussen verschillende groepen te kunnen identificeren. Nee, daar heb je technische kennis voor nodig om die morele dilemma's scherp in kaart te kunnen brengen. Dus dat is denk ik echt een rol die economen moeten spelen en beter voor opgeleid kunnen worden. Een beetje terugkomen op de financiële crisis. Ik vind vaak dat we wel scherp moeten zijn. Er zijn heel veel, er is een groep economen die het wel aan zag komen. Voor een deel waren dat post-Keynesiaanse economen die meer aan de niche van de discipline dat zeiden. Voor een deel is het ook gewoon mensen bij de BIS, de centrale bank van de centrale banken, die echt aan de binnenkant van de machine zagen hoe die geldstromen tussen internationaal, tussen Europa en Amerika voornamelijk gingen. Die waarschuwden 2003, 2005, maar wel telkens aan de kant werden geschoven, omdat het binnen het gangbare gedachtegoed niet paste. Mm-hmm. En dat ook dus echt economen die vaak ook natuurlijk bij de centrale banken heel veel beslissingen nemen, aan de kant werden geschoven als, dat zijn zorgen, maar die zijn niet goed gegrond. Uiteindelijk bleek dat natuurlijk wel goed gegrond. Dus dat is volgens mij ook dat we die andere soorten kennis over hoe zit die financiële sector in elkaar. Volgens mij hebben we dat eigenlijk gewoon nog steeds te weinig echt geleerd. Dus we hebben wel gezien hoe relevant het is, maar dat echt meenemen in onze analyses, moeten we volgens mij nog steeds meer doen. Ik vind het nu heel verleidelijk om een hele discussie over de introductie van de euro te gaan doen. Laten we daar ook een gesprek doen. Op dat normatieve en dat positieve. Het is altijd toch wel interessant om toch ook eventjes in herinnering te roepen dat Adam Smith vooral ook een moraalfilosoof was. Op die manier wilde denken over. Wat ik belangrijk vind om hier ook te beseffen is dat economie op een gegeven moment wel erg is opgeschoven in de richting van efficiëntie heel erg centraal stellen. En de maatschappij is daarin meegegaan. Ik bedoel, je kunt zeggen van, god, dat is door de economen gebeurd. Maar we hebben natuurlijk sinds Thatcher en Reagan een dominante manier van inrichten van onze samenleving gezien. Die niet per se alleen maar vanuit de economen voortkomt. Maar dat efficiëntiedenken, dat
van minimale kosten een maximaal resultaat bereiken. Nou, dat heeft heel centraal gestaan. Mm-hmm. Dat zijn ook golven mm-hmm. in onze maatschappij. Ja, hè? En ik denk dat we nu ook kunnen zeggen van, goh, nu zitten we op een top. En nou ja, gaat dat allemaal weer wat terug? Kijk naar de discussies over de NS. En mm-hmm. je ziet ze overal zich ontvouwen. Als het gaat om dat vraagstuk van dat normatieve, denk ik dat we als economen ook op bepaalde momenten wel wat meer bescheidenheid aan de dag moeten leggen. Mm-hmm. Om ervoor te zorgen dat dat normatieve niet vertaald wordt naar enkel en alleen efficiëntie, mm-hmm. maar dat we erkennen dat er verschillende uitkomsten zijn die afhankelijk van de context, mm-hmm. als voor die context in normatieve zin optimaal kunnen zijn. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. En daar ben ik eigenlijk ook wel weer, nee, ik ben inderdaad positief ingesteld, dat klopt, Govert, maar ben ik wel gecharmeerd over de beweging die we op dit moment zien, om het denken in termen van brede welvaart centraal te stellen. Mm-hmm. En waarom, en jij verwees er eigenlijk ook al naar, ja, als je denkt vanuit brede welvaart, dan zijn er eigenlijk drie hoofdrichtingen die bepalend zijn voor ons welzijn. Mm-hmm. We willen een beetje slim de boel allemaal organiseren. Nou, daar zijn we denk ik sterk naar doorgeschoven. Maar tegelijkertijd met aandacht voor inclusiviteit, dat iedereen mee kan doen. Mm-hmm. En met het respecteren van de grenzen die de planeet Aarde met zich meebrengt. En dan hebben we het over de duurzaamheid. Ja, ja. Mm-hmm. Dat is niet nieuw, hè? Mm-hmm. Ik bedoel, mm-hmm. dat zit al in de, nou, ik zou bijna willen zeggen, de grondwet van de Sociaal-Economische Raad 1950, mm-hmm. waar deze doelstellingen al geformuleerd werden van economisch beleid. Mm-hmm. En waar economen, denk ik, heel waardevolle bijdragen juist over de afruilen geschetst hebben. Mm-hmm. En die afruilen kunnen we blootleggen, en dan helemaal eens met wat jij zei. Mm-hmm. Dan is het vervolgens aan de politiek om, hè, als je denkt in termen van een driehoek met de efficiëntie en de inclusiviteit en de duurzaamheid op de hoekpunten, te erkennen, ja, dat je in die driehoek ergens zit. Mm-hmm. Ja, en dat je de vraag moet stellen als politicus, van, ja, ben ik hier nou mee tevreden of niet? En als niet, dan moet je nagaan denken van, in welke richting willen we nou gaan bewegen? Mm-hmm. En ja, wat de econoom je dan altijd zal zeggen, van dat kan. Maar wees je bewust dat het ten koste gaat van iets anders. Dat is het denken in termen van afruilen, waar denk ik de economische wetenschap ook een zekere disciplinerende werking meebrengt mm-hmm. naar de politiek. Ja, ja, en die is soms wel heel erg belangrijk, denk ik. Nee, want nog even op die kredietcrisis terugkomen en dat aansluiten bij dat efficiency-denken waar je het over hebt. Natuurlijk, dat is natuurlijk wel, ja, in zekere zin bijna karakteristiek gaan worden voor de economiebeoefening in de achterliggende decennia. Weet je, heel sterk is. Dan hebben we het ook over, natuurlijk over, en dan komt het ook dat normatieve in zekere zin in een bepaald licht te staan, zeg maar. Dat, zeg maar, economisch denken, dat is efficiëntie denken. Hè. Dat is dat, en eigenlijk de homo economicus die dan heel centraal komt te staan, van, nou ja, ieder mens is bezig behoefte te maximaliseren. En andere manieren waarop, nou ja, ook je ook institutioneel, maar ook sociaal en psychologisch ook met gedragseconomie naar mensen kunt kijken, die zijn ook wel echt weggeschoven uit het beeld. En dat lijkt weer terug te komen, maar dat is het ook wel, lijkt me. Want je kunt de kredietcrisis kun je zeggen van, ja, dat waren geen economen, dat waren beleidsmakers enzovoort. Tegelijkertijd waren die ook wel op een bepaalde manier, die beleidsmakers, ook gevoed door een bepaalde vorm van economisch denken, waarin daar dat homo economicus wel heel erg centraal stond. Dus ik zeg altijd wel zo van, ja, in zekere zin heeft de kredietcrisis ook iets veroorzaakt door, naar mede, hè, doordat we mensen hebben ook een bepaalde manier opgeleid, met een bepaald mensbeeld, met een bepaalde manier waarop je kijkt. En eigenlijk zit er nog eens dus die laag daaronder van een verbreding. Nou ja, meer daar waar mensen coöperatief zijn. En dat blijkt ook juist uit die gedragseconomie blijkt het heel interessant te zijn, dat mensen bijvoorbeeld ook sociale preferenties hebben bijvoorbeeld, hè? Dus relaties zijn belangrijk enzovoort. Dat is nog een wat fundamentelere verschuiving die daar ook wel aan zit te komen volgens mij. Die, ja, denk ik, maar ik denk dat we hier inderdaad toch echt op moeten passen mm-hmm. dat we geen karikatuur schetsen van wat de economie mm-hmm. is. Mm-hmm. De dingen die jij beschrijft herken ik helemaal. Mm-hmm. Ik roep daar graag een prachtig interview ook in het Financieel Dagblad, precies een week geleden. De Nederlandse Economendag, mm-hmm. de conferentie van de Koninklijke Vereniging van de Staathuishoudkunde. Van de oudste beroepsverenigingen ter wereld. Waar Ernst Veer, een enorm gerespecteerd econoom, zeer wijd geciteerd, prachtig onderzoek liet zien, waaruit duidelijk wordt dat economen inderdaad niet selfish zijn. Daar heeft hij de toptijdschriften mm-hmm. mee bereikt in ons vakgebied. Dus die inzichten zijn er.
Die moeten we veel meer communiceren, hè? Helemaal eens. En ons onderwijs moet zich daar aanpassen. Maar de manier waarop het efficiëntiedenken in de politiek en in de uitvoering dominant is geworden, is niet één op één toe te schrijven aan wat economen prediken. Ja, dus ik probeer die iedere keer uit elkaar te halen. En natuurlijk, houd me ten goede, economie heeft wel degelijk bijgedragen aan. Maar ja, tegelijkertijd denk ik ook, een onderdeel van die brede welvaart is toch ook, ja, dwingt ons om na te denken hoe het proces een beetje efficiënt te organiseren. Ik bedoel, waarom zouden we $1000 biljetten op straat laten liggen als ze zo voor het oprapen liggen? Ja, dat is een economische manier van denken, maar dat zou ook zonde zijn. Ja. Olaf, hoe positioneer jij jezelf hier in dat in dit debat over dat, over die fundamentele, dat mensbeeld, over die discussie? Nee, ik ben het er helemaal mee eens. Ik ben het helemaal mee eens. Dus je kunt niet inderdaad de gebeurtenissen op de financiële markten bijvoorbeeld toeschrijven alleen aan het efficiëntiedenken wat zou komen vanuit de economie. Dat is inderdaad, er werken ook juristen en andere mensen op die financiële markten en die zitten ook in de politiek. Precies wat je zei. Zeker. En tegelijkertijd, de keynote verleden week op de Nederlandse Economendag. Daar werd inderdaad heel mooi geschetst en laten zien van dat er veel bredere inzichten tegenwoordig zijn, vanuit de gedragseconomie bijvoorbeeld. Maar ik denk dat we die inzichten nog meer kunnen laten terugkomen in het onderwijs. En dus dat ik ook wat ik in het begin zei. Het onderzoek is inderdaad de afgelopen 30 jaar flink verbreed. En daarbij loopt het onderwijs nog wat achter. En wat zouden, als je dan die gedragseconomie noemt, wat zijn dan heel concreet dingen waar je dan aan denkt, waar die verbreding zich dan kan manifesteren? Wat zijn daar belangrijke inzichten die daar uitgekomen zijn? Het begint sowieso al met een vak gedragseconomie in de bacheloropleiding. Steeds meer bacheloropleidingen die hebben dat. Maar vervolgens is ook nog de kunst om dat ook toe te passen in actuele vraagstukken. Dus hoe pas je die inzichten uit die gedragseconomie nu toe op vraagstukken over pensioenen, of vraagstukken over andere sociale verzekeringen, vraagstukken over beleid op het gebied van klimaat bijvoorbeeld en verduurzaming. Dus die toepassing uit die inzichten vanuit het onderzoek, dat is sowieso nog een vraagstuk, ook voor onderzoekers en voor beleidsmakers, van hoe moet dat? Maar dat moeten we ook nu gaan doen in het onderwijs, om studenten daarin te trainen. Ja. Kun je een voorbeeld geven wat dan een belangrijk inzicht uit de gedragseconomie? Bijvoorbeeld hoe je dingen framed. Ik doe een klassiek voorbeeld, maar de framing van opties die mensen hebben, dat is ontzettend bepalend. Als je bijvoorbeeld een keuze maakt voor een type verzekering of een type pensioen bijvoorbeeld, of als je een keuze maakt wat voor energie je wilt inkopen, of wat voor type onderwijs je wilt gaan volgen, of je wilt gaan bijscholen of niet gedurende je werkende leven. Hoe je dat framed en presenteert aan mensen is ontzettend van belang. De keuze die ze maken, zeg maar, in de zin van als je stelt bijvoorbeeld, ik heb ooit dat artikel van Amartya Sen over rational fools, uit de jaren 70, waar die ook zegt van eigenlijk hebben mensen, dat vind ik heel waardevol inzicht, dat mensen hebben sets of preferences, die eigenlijk onherleidbaar zijn. Dus je hebt zoveel moral preferences en die kun je wel actualiseren, die kun je triggeren, zeg maar. Maar als je ze niet triggert, door die framing, dan wordt het ook niet onderdeel van de keus. Maar als je zegt van, maar vindt u ook niet dat het goed zou zijn als een product wat u heeft, de spijkerbroek die u koopt, ook daadwerkelijk, dat u weet, dat is gewoon goed qua arbeidsverhouding, is dat goed geweest, zeg maar, en er zit geen kinderarbeid in. Ja. Dat kun je triggeren, je kunt niet triggeren, zeg ik. Alleen de prijs kun je triggeren. En dat vind ik met die sets of preference, vond ik eigenlijk wel een heel interessant inzicht, wat me altijd bijgebleven is daar. Ja. Dat zit een beetje in deze lijn eigenlijk. Ander voorbeeld is, wat is de standaard optie? Hè? Is de standaard en je kunt er actief van afwijken. Ja. Een voorbeeld, dat speelt aan, die nu zijn bijvoorbeeld ook in een aantal mensen, een heel plat voorbeeld, maar
is als je een borrel hebt, is dan de bitterbal met vlees de standaard en kun je actief vragen naar de vegetarische bitterbal? Ja, ja. Of is de vegetarische bitterbal de standaard en moet je actief vragen naar de... Ja, dat maakt ontzettend uit, want als je de vegetarische de standaard maakt, dan zullen er meer mensen vegetarische bitterballen gaan eten. Ja, ja, bijvoorbeeld, zo'n simpel voorbeeld, maar dat is een inzicht vanuit de gedragseconomie. En dan kun je ook toepassen in het aanbieden van financiële producten of in verzekeringen of noem maar op. Ik zou hem ook kunnen toepassen op economie, onderwijs zelf. van welke theorieën leren we studenten als eerste aan? Ja, welke presenteren we als default option qua het economisch denken? Ja. Maar ook om hem nog wat te nuanceren, want het onderzoek en het onderwijs zijn zeker niet één op één. En ik ben het helemaal mee eens, er zijn heel veel ontwikkelingen in het onderzoek die nog niet vertaald zijn naar het onderwijs. Daar is volgens mij heel veel werk te doen. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd is het ook niet dat het onderwijs of het onderzoek enorm pluriform is geworden. Ja. Dus ik heb een aantal jaar geleden ook onderzoek gedaan naar de Nederlandse proefschriften en welke theoretische scholen daarin worden genoemd. Mm-hmm. En dan zie je heel duidelijk dat vanaf 2005 tot 2017, 18 uit mijn hoofd, de opkomst van gedragseconomie heel duidelijk is. Ja. Dus die was in het begin van die periode heel klein, werd bijna niet genoemd in proefschriften en aan het eind werd het bijna in elk proefschrift wordt het genoemd. Ja. Dus die opkomst is heel duidelijk. Maar bijvoorbeeld andere aanpakken meer gericht op instituties, institutionele economie of meer complexiteitseconomie. Dat je gaat kijken naar systeemdynamieken of evolutionaire economie of nu met de ondernemende staat bijvoorbeeld. Nou, post-Keynesiaanse zijn allerlei andere scholen die nog steeds heel weinig aan bod komen. Dus ik denk dat we ons daar ook kritisch naar onszelf moeten blijven. En niet alleen maar feliciteren dat gedragseconomie is opgekomen, waar ik ook blij mee ben. Ja, maar dat ik denk, volgens mij zijn er nog andere inzichten die nog steeds meer aandacht zouden kunnen krijgen. Ja, dat brengt mij bij de vraag van wat zien we als... je hebt al even genoemd dus straks ook al de carrièrepaden, hoe die nu ontworpen zijn. Maar wat zien jullie als obstakels eigenlijk? Hè? Of het gaat om, komt hier een gematigd positieve stemming. Er zijn allerlei initiatieven bezig. Daarom hebben we ook die week voor het economieonderwijs. Omdat dat door de hele keten heen zou je kunnen zeggen. Hè? Van voortgezet onderwijs tot en met via mbo, hbo, wo. Alle nieuwe initiatieven plaatsvinden. Mm-hmm. En tegelijkertijd is er nog een lange weg te gaan. Waar liggen de obstakels eigenlijk? De taal speelt een rol. Carrièrepaden spelen een rol. Ik denk toch ook, ik heb het eerder zijdelings benoemd, maar hoe kijken we nou tegen economie aan als wetenschapsveld? Mm-hmm. En daar zie je dat er toch een verschuiving is opgetreden in de richting van doen alsof wij van de sociale wetenschappen het dichtst tegen de natuurwetenschappen aanzitten. Ja, ja, en dat de manier is die ons verder gaat brengen. Ja. En wat dat doet volgens mij met onze zoektochten en ook wat we studenten voorhouden, is toch redelijk snel redeneren vanuit het idee dat er one-size-fits-all oplossingen bestaan die in de first best allemaal netjes uit de theorie volgen en dat we het zo moeten doen. En daarmee onvoldoende aandacht vragen voor dat enorme belang van tijd en plaatsafhankelijkheid van alle adviezen die we geven. Ja. En die aandacht wens ik ons toe dat die weer meer terug gaat komen. En dat is een ingewikkelde. Klopt, hè? Dat gaf je ook al aan. Maar wat zie je als obstakels, als moeite? Wat moet overwonnen worden eigenlijk daarin? Ook in institutionele zin. Van een stukje is het denk ik ook, hè, maar dat is een kwestie van perspectief. Hè? Mm-hmm. Dus ik herken helemaal wat je zegt. Ik noem net Economics 101 inzicht. Je had het over klimaatverandering. Nou, voor de econoom is dat heel simpel. Je kijkt naar wat het verschil is tussen de marginale sociale en private kosten. Daar zit een gat tussen. Dat is je CO2-belasting en dan ben je klaar. En vaak stoppen we daar. Ja, ja. Tegelijkertijd is dat wel een belangrijk inzicht als een soort benchmark die wel degelijk heel waardevol is. En wat al best ingewikkeld is om dat studenten bij te brengen. Mm-hmm. Dus op een gegeven moment moet je in een programma ook keuzes maken. En het is voor mij altijd ook een beetje de valkuil van die pluriformiteit, hoe mooi dat die ook is. Maar je moet op een gegeven moment de basiskern ook wel echt goed beheersen voordat je die complexere vraagstukken gaat behandelen. Ja, en dan is voor mij inderdaad altijd, als we die optimale CO2-belasting hebben afgeleid, dan moeten we na gaan denken dat we uit de literatuur weten dat subsidies
vele malen efficiënter zijn volgens allerlei gedragsinzichten dan equivalente belastingen. Ja, dat moet ons tot denken stemmen. Mm-hmm. Moeten we nadenken over transities en hoe brengen we die op gang? En hoe is in het begin misschien een subsidie en een stukje regulering, waar economen over het algemeen van zeggen van moi, regulering is ingewikkeld, misschien toch nodig om zo'n transitie op gang te brengen. Ja, dat... Maar voordat je daar kunt komen, ja, moet je die basis ook wel goed in de vingers hebben en kunnen begrijpen. En dat vind ik ook nog wel een dilemma hoe ontwikkel je het onderwijs nou verder. De institutionele dilemma's, nou nog even. Dat obstakels. Dat zijn we zelf, denk ik. Wat wij bijvoorbeeld doen bij onze afdeling, is dat we in de zin van wat waardeer je nou? Hè? Dus je waardeert dat je ook breder gaat waarderen. Dus dat je ook het waardeert als iemand beleidsrelevant onderzoek doet met maatschappelijke impact. Dat je niet alleen maar focust in de waardering op publicaties in iJournals. Ook moet je ook doen, is ook mooi, is ook van belang. Maar je moet het ook waarderen als iemand een heel interessant toegepast stuk schrijft en publiceert in bijvoorbeeld de ESB. En als je dat niet waardeert, nou, dan zijn we ook econoom genoeg om te kunnen verwachten dat dat ook weinig zal gaan gebeuren. Dus dat is denk ik, dus wanneer we willen dat die blik naar buiten toe, dat het weer iets meer terugkomt in de economie, dan moet je het ook gaan waarderen. Ik denk dat een eerste stap is. En wanneer mensen dat meer gaan doen in het onderzoek, dan zal dat als vanzelf ook een beetje doorcijpelen in het onderwijs. Ik denk dat daar ook eens mooi hoe je het schetst. Economen worden ook vaak als individualisten gezien. En ik denk dat het mooi zou zijn als we afdelingen eigenlijk ook meer als teams gaan zien, waar iedereen zijn eigen expertise in kan brengen. Die familie van Tinbergen die we met elkaar zijn in Nederland, waarin iedereen zijn eigen bijdrage naar... Waar niet iedereen levert, alles hoeft te kunnen. Iedereen hetzelfde hoeft te doen. Waar staan we over 10 jaar? Zou ik nog omhoog? Ja, dan kan je dat meteen pakken. Om aan te sluiten op hoe zien wij, zeg maar, wat is de definitie eigenlijk? Of hoe zien we onszelf als discipline? Dat is precies ook de reden waarom we de titel hebben gekozen Economy Studies. Wat een beetje klinkt als tautologie. Dat we zeggen, jongens, de economieonderwijs zou moeten gaan over leren over de economie. En in het Engels is hij dan iets specifieker. Economics should be the study of the economy. En dat is volgens mij ons wel echt een discussie in het vak van, gaat het over kennis hebben van bijvoorbeeld de Nederlandse economie? Snappen we hoe de verschillende instituties in elkaar zitten? Wat de economische vraagstukken zijn? Of gaat het over een bepaalde technieken, manier van denken, werken met econometrie, met bepaalde aannames en daar goed in zijn, ongeacht welk onderwerp je bekijkt. En volgens ons, als je zegt het gaat over de economie leren begrijpen, is er ook een nieuwe basis. Dus hoe wij het zien is dat neoclassieke theorie niet per se altijd de basis zou moeten zijn vanuit waar we gaan vertrekken. En ik ben het helemaal eens, pluriformiteit kan heel... in de extreme zin dat je zegt, je moet altijd in één keer 20 perspectieven naast elkaar aan de student proberen over te brengen. Dat werkt didactisch gewoon niet. Dus wat wij daarin voorstellen om een meer pragmatische aanpak, dat je wel zegt tegen studenten, ook een beetje dus vanuit die gedragseconomie, je moet niet één optie presenteren en daarna stoppen. Want nou ja, dan komt het gewoon over als, er is maar één antwoord. One size fits all. Dus je moet ze altijd met een debat presenteren, maar dan niet 16 opties, maar begin met 2, 3... perspectieven. Dat is al een hele uitdaging didactisch om te doen in een vak. Maar voor heel veel onderwerpen helpt dat ook al vaak om heel veel te begrijpen. Dus op heel veel vraagstukken en onderwerpen is er gewoon een centraal debat. En als je dat centrale debat aan de studenten overbrengt, wellicht nog een ander belangrijk inzicht, dan heb je al heel veel aan ze overgebracht. Ja. Helemaal eens. Zeker. Eén zin, we staan over 10 jaar. Ja. Sorry. Jij ook een zin. Nou ja, een onderwijsprogramma wat de kracht van de economische wetenschap behoudt, maar tegelijkertijd veel relevanter wordt voor die grote maatschappelijke vraagstukken. Als ik droom, dan hebben we nu 1 vak waar we in onze opleiding mee beginnen, wat de titel Economic Challenges heeft. En waar we studenten meteen proberen te bevestigen van dit is de goede keuze en markt is relevant om na te denken over de huidige discussie over loonvorming. Maltus is relevant om na te denken over het huidige duurzaamheidsvraagstuk enzovoort. Ja. Nou, dat hoop ik dat steeds meer integraal in ons onderwijs geïntegreerd raakt. Ik zie die beweging en ik denk dat we wat dat betreft over 10 jaar een heel ander gesprek hier hebben met elkaar. Olaf?
Over 10 jaar hebben we economieonderwijs, waarin een bredere blik op de maatschappelijke welvaart centraal staat. Mm-hmm. Daarvoor is het nodig om gebruik te maken, om meer gebruik te maken van inzicht vanuit andere disciplines. En het is noodzakelijk om meer aandacht te besteden aan skills die je voorbereiden op skills die je voorbereiden op de arbeidsmarkt, namelijk beleid, vraagstukken en instituties. Mm. Sam, slotwoord. Weinig aan toe te voegen, hele mooie beelden. Ja, ik zou ook zeggen, dit is een hele praktisch ook georiënteerd, opgeleid, zowel als wetenschappelijk, verschillende perspectieven, als moreel bewust. Op die manier toch breder opgeleide economen, zou ik zeggen. Dank voor jullie bijdrage aan dit gesprek. Dat heeft een hoe langer hoe optimistischer, positievere toon gekregen, maar ook wat activistisch en dat is ook heel mooi. Dus er is veel werk te doen, maar er is ook al volop van zijn dingen gaande. Dus het is heel boeiend om van deze beweging getuige te zijn. Dus zeer veel dank voor jullie bijdrage aan het gesprek. Dank. Graag gedaan.